Nou, welkom allemaal. Even ter introductie, ik ben zelf Imre Wessels, geboren en getogen in Enter, mooi dorpje in Twente, in het oosten van het land. Mooi dat jullie hier allemaal zijn. Ik wil graag even doorheen lopen van nou ja, enerzijds LinkedIn, wat je er zelf uit kunt halen, maar ook hoe je bijvoorbeeld met online certificaten je CV verder kunt oppoetsen en hoe je daarmee onderscheidend kunt maken. Dus ook ter introductie, nou, ook een beetje aangaande LinkedIn. Hoe je het meest uit je LinkedIn-profiel kunt halen, maar ook hoe je online certificaat kunt inzetten. Nou, waarom spreek ik daarover? Ik ben zelf werkzaam bij LinkedIn. En dan specifiek voor LinkedIn Learning, het leerplatform vanuit LinkedIn. Ik zie dat wel mensen momenteel ook ja, erbij komen. Helemaal goed. Welkom allemaal. Ja, laten we gewoon even beginnen. Dus ik heb hier een presentatie neergezet van de Rock Your Profile. Hoe je het meest uit je profiel kunt halen. Dus even kennis te maken met LinkedIn. Nou ja, jullie kennen waarschijnlijk LinkedIn wel. En ik vroeg me eigenlijk ook af of iedereen ook een LinkedIn-profiel heeft. Lanceer nou ook even een poll. Kunnen we even kijken van wie allemaal een LinkedIn-profiel heeft hier. Antwoorden stromen binnen. Top. Kijk, LinkedIn, de meeste mensen kennen dat als een professioneel sociaal netwerk. Alleen er zit ook nog een hele organisatie achter LinkedIn. En nou, daar ben ik onder andere verantwoordelijk voor, dus ik ben zelf werkzaam bij LinkedIn. En wat de meeste mensen niet weten, is dat ja, we hebben ook een bepaalde visie bij LinkedIn die we proberen te realiseren. En het mooie daarin is dat onze visie is dan om economische kansen te creëren voor ieder lid van de globale arbeidsmarkt. Dus dat wil zeggen dat nou ja, LinkedIn, wat ik zelf mooi vind aan het bedrijf, is dat los van dat het een winstgevend bedrijf is, dus ik hou van de commerciële bedrijven, is dat er ook een ja, maatschappelijk oogmerk aan zit. Dus dat we ook economische kansen proberen te creëren voor ja, ieder lid van de globale arbeidsmarkt. Ja, ik zie nou dat ja, bijna iedereen een LinkedIn-profiel heeft. Dus dat is echt super. Mensen die het nog niet hebben, maak het gerust aan. En ik geef hier nog wel wat tips over hoe je het beste je LinkedIn-profiel kunt vormgeven. Dus kun je ook afvragen van, nou ja, waarom zou ik dan zo'n LinkedIn-profiel aanmaken? Nou ja, de reden daarachter is dat nou ja, LinkedIn geeft je een eigen profiel in de wereld, om zo maar te zeggen. Dus een eigen professioneel imago, je eigen visitekaartje online. En inmiddels ja, is LinkedIn behoorlijk hard gegroeid de afgelopen jaren. Dus we hebben momenteel ja, meer dan 722 miljoen leden wereldwijd. 55 miljoen bedrijven op LinkedIn. En er zijn ook tal van vacatures op LinkedIn. Dus dat is een goede manier om gevonden te worden door potentiële werkgevers. Nou, nu heb ik ook een andere vraag. Ik zal deze wel even closen. En heb je ooit. Ja, de volgende vraag is. Hoeveel mensen in Nederland hebben een LinkedIn-profiel? Dus wereldwijd hebben we 722 miljoen leden. Er zijn zo'n nou, 17 miljoen mensen in Nederland. En dan vroeg ik me eigenlijk af van hoeveel mensen hebben nu eigenlijk een LinkedIn-profiel? Ik zie de antwoorden alvast binnenkomen, dat is super. Ja, dus antwoord daarop. Ik zie dat de meeste mensen al geantwoord hebben. Ik zie dat veel mensen denken dat het 4 miljoen is. Kijk, we hebben in Nederland zo'n 17 miljoen mensen. En we hebben een totale beroepsbevolking, afhankelijk van je definitie van beroepsbevolking. Dus sommige mensen die zullen part-time werken. En als we die er ook bij nemen, dan hebben we zo'n 9 à 10 miljoen mensen met een baan in Nederland. En momenteel hebben we meer dan 8 miljoen mensen met een LinkedIn-profiel. Dus nou, als je nog niet bij zit, ik zag net in de poll dat zo'n 4% van de mensen hier nog niet een LinkedIn-profiel hebben. Sluit je erbij aan, want dan ja, ben je ook onderdeel van het hele ja, netwerk op LinkedIn. En het mooie daarin is dus dat ja, los van die 8 miljoen mensen, dat het gewoon een heel erg persoonlijk verhaal is. Dus ja, inderdaad, jouw profiel, jouw verhaal. Dus je kunt er zelf je eigen spin aan geven. Dus hier kom ik ook wat aantal tips tegen. Hoe je het meest uit je profiel kunt halen. Ik zal eens even kijken. Zo, nou, stap 1 is een foto toevoegen. Begin even met de basics, omdat we zien dat dat toch de meeste impact heeft.
Dus leden met een foto, die krijgen ja, 9 keer meer connectieaanvragen, veel meer, profile views en veel meer berichten. Dus het geeft je een beetje een gezicht online, om zo maar te zeggen. En daarom zullen mensen ook sneller eerder geneigd zijn om je te contacteren en iets dergelijks. Nu krijg ik wel de vraag of ja, moet ik dan een professionele fotograaf erbij halen? Dat kan. Dus zoals hier de foto laat zien, dat is een ideale foto voor LinkedIn wat dat betreft. Maar het hoeft niet per se. Dus stel bijvoorbeeld dat ik een bakker ben. Dan zou ik bijvoorbeeld ook een foto kunnen maken van ikzelf in de keuken terwijl ik brood aan het bakken ben. Of een bakkersmuts op heb bijvoorbeeld. Of stel ik werk als clown voor kinderfeestjes. Nou, dan zou ik ook een foto kunnen maken met mezelf met een clownsneus bijvoorbeeld. Kijk, het idee is, het is een professioneel netwerk. Maar er moet wel de link zijn met waar je mee bezig bent. Dus daarom is het wel heel mooi om een persoonlijke twist eraan te geven. Bijvoorbeeld met een bakkersmuts of een clownsneus, desnoods. Ik heb zelf bijvoorbeeld vrijwilligerswerk gedaan voor Clinic Clowns. En toen had ik ook altijd een rode neus. Dus als ik dat nog steeds aan het doen was, dan zou ik dat zeker op mijn LinkedIn profiel neerzetten. Misschien niet als profielfoto, maar zeker wel in de vrijwilligersbijschrijving. Nou, gaan we nog even naar de andere stappen eigenlijk. Ook heel erg belangrijk, wat veel mensen eigenlijk vergeten, is om je branche toe te voegen. Dus je kunt bij LinkedIn ook aangeven onder je profielfoto van wat voor branche je eigenlijk hebt. Dus het kan hospitality zijn, of retail, of andere zaken allemaal. En waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat heel veel mensen daarop zoeken, vooral recruiters. Stel, ik ben werkloos en ik zit momenteel nog niet in een branche. Wat voor branche moet ik dan neerzetten? Dat is ook een vraag die ik soms wel krijg. Antwoord daarop is, zet dan de branche neer waar je graag in wilt werken. Dus stel ik wil heel graag in de computer software industrie werken, zet dat vooral neer op je profiel. Voor de rest, laat zien dat je open bent voor werk. Dus dit is het, als je echt een jobseeker bent, als je graag die economische kansen wil grijpen. Dat is een nieuwe functie van LinkedIn. En ik vroeg me eigenlijk ook af of mensen bekend zijn met die optie. Laten we eerst kijken die poll, ik lanceer het weer even. Dus wat het geval is, is dat heel veel, dat is een relatief nieuwe functie. En onder je, in je profielfoto, dan kun je eigenlijk een functie of wat tekst neerzetten dat je open bent voor work. Dat kun je via je LinkedIn profiel doen onder je foto. En dan kun je gewoon aangeven dat je open bent voor work. Dus dan kunnen recruiters je makkelijker vinden. En op die manier kunnen ze je contacteren. Ik zie dat veel mensen wel bekend zijn met die optie, andere mensen nog niet. Maar dan is het nou goed om te weten dan inderdaad. Dus ik zie in ieder geval dat meer dan 30 miljoen mensen deze tool al hebben gebruikt. Dus ook heel wat mensen in Nederland. Kijk, en dat is één ding wat we hebben gelanceerd, zeker in coronatijd. Omdat we het gewoon heel erg belangrijk vinden dat mensen die economische kansen kunnen grijpen. Dus dat ze een baan kunnen vinden. Los daarvan hebben we nog iets extra's gedaan. En daar kom ik later zo ook over op terug. Maar vanuit LinkedIn Learning, het leerplatform vanuit LinkedIn, hebben we ook gratis cursussen beschikbaar gemaakt. Dus na deze presentatie stuur ik het de deck op. Tenminste, dat doet een collega van de sollicitatiedokter. En die stuurt de deck op en dan zit ook een link in naar die gratis cursussen die je kunt volgen. Zo kun je ook jezelf verder ontwikkelen in bepaalde vaardigheden. Dus los van dat je aangeeft dat je open bent voor work, kun je ook bepaalde vaardigheden opdoen. Om daadwerkelijk die economische kansen, die banen te grijpen wat dat betreft. Even kijken. Een samenvatting schrijven. Ja, dus dat kan gelijk onder je profielfoto en je header, om zo maar te zeggen. Dan kun je een samenvatting schrijven. En het idee is om iets meer dan 40 woorden erin te zetten. Nou, hoeft niet per se. Ik heb het zelf ook niet trouwens. Misschien moet ik het nog even verbeteren. Maar de reden waarom 40 plus woorden belangrijk is omdat je dan sneller gevonden wordt door recruiters. Dat is ook weer een heel systeemachtig. Nou, wat moet ik dan neerzetten als samenvatting? Nou, wederom, jouw profiel, jouw verhaal. Je mag dan neerzetten wat je maar wil. Maar goed is om neer te zetten dat, in ieder geval je achtergrond, waar je passie in hebt, waar je door geïnspireerd wordt bijvoorbeeld. Maak er gewoon een mooi verhaal van. Hier is een mooi voorbeeldje van iemand die aangeeft wat de ervaring is, waar die gepassioneerd door is en waar die graag in wat voor organisaties die graag wil werken. En andere stap 5 is de werkervaring. Nou,
Zo ik ook weer zoiets, de werkervaring neerzetten. Leden die hun functie, dus hun werkervaring neerzetten op hun profiel, die krijgen ook veel meer connectieverzoeken, profielweergaven, veel meer berichten wat dat betreft dan mensen die dat niet doen. Dan krijg ik soms ook wel de vraag van nou, wat als ik dan geen werk heb. Sommige mensen die zetten dan bijvoorbeeld neer dat ze openstaan voor werk. En andere mensen die zetten bijvoorbeeld neer dat ze freelancers zijn. Bijvoorbeeld dus freelancer sales of freelancer fotograaf of iets dergelijks. Wat mijn passie is, zeg maar. Dus dat de mensen wel het idee hebben van die persoon is ermee bezig. En zo word je ook gevonden eigenlijk. Dus dat is gewoon een kleine tip hoe je sneller gevonden kunt worden. En dat je toch aan kunt geven van hey, mijn interesse ligt echt hier. Heb misschien momenteel nog geen baan daarin, maar ik doe bijvoorbeeld wel misschien vrijwilligerswerk of ik hou me op de hoogte via het lezen van bepaalde blogs over deze industrie. Dus dat werkgevers, potentiële werkgevers wel in de gaten hebben dat je er echt mee bezig bent. Nou, er is voor de rest nog de stap 6, de vrijwilligerservaring. Dat is ook een mogelijkheid om toe te voegen. Dus als je verder naar beneden scrolt op je profiel, dan heb je ook de mogelijkheid om de vrijwilligerservaring toe te voegen. Ja, doe dat wel. Want zeker voor mensen die nog heel weinig of geen werkervaring hebben, zet vooral je vrijwilligerservaring neer. Want dat geeft toch ook wel aan dat je toch wel proactief bezig bent, maatschappelijk betrokken, niet lui, om het zo maar te zeggen. Dus dat is echt perfect. Dus die krijgen ook meer profile views dan mensen die dat niet neerzetten. Dus als je bepaalde vrijwilligerswaring hebt, zeker als het relevantie heeft met de industrie waar je in wilt werken of een of andere connectie. Stel, ik wil administrateur worden en ik doe iets qua administratie bij mijn lokale voetbalvereniging. Nou, zet het vooral neer op je vrijwilligerswaring. Voor de rest. Stap 7. Ja, dat is mijn expertise. Dus ik ben zelf betrokken bij LinkedIn Learning. Dat is het leerplatform vanuit LinkedIn. Dus als je gaat naar linkedin.com en dan /learning, dan kom je bij het leerplatform uit. En nou ja, dat doen we ook weer vanuit onze visie. Dus we willen graag economische kansen creëren voor ieder lid van de globale arbeidsmarkt. Alleen, daar moet je meer doen dan alleen je LinkedIn-profiel neerzetten. Dus je moet ook bepaalde vaardigheden opdoen om die economische kansen, zeg maar, die banen te grijpen wat dat betreft, om die te krijgen. En daarom is het zo belangrijk om die vaardigheden op te doen. Dus wat we hebben gedaan vanuit LinkedIn, is dat zo'n, nou, wat was het, 5 jaar geleden hebben we een bestaand leerplatform opgekocht. Dat heette Lynda.com. En Lynda.com was heel sterk in webdesign, grafisch ontwerp, businessvaardigheden. Nou, dat platform, dat vonden we heel erg gaaf. Die was er al eerder dan YouTube, dus voor 2001 nog. Die hebben we opgekocht en hebben onze eigen branding aangegeven. Dus tegenwoordig heet dat niet meer Lynda.com, maar LinkedIn Learning. En sinds die tijd zijn we ook flink gegroeid. Dus iedere week voegen we zo'n 35 cursussen toe aan het platform. En die worden allemaal opgenomen in onze eigen studio's door vakexperts. Dus dan nodigen we vakexperts uit naar onze studio's. Dus dat kunnen mensen zijn in sales of HR of andere vakgebieden. Dan kijken we of ze los van de vakinhoudelijke kennis ook de mogelijkheid hebben om de kennis over te dragen. Nou, en als dat allemaal akkoord is, dan wordt het allemaal opgenomen op een pedagogisch verantwoorde manier. En dan komt het op ons platform terecht. En dan kunnen mensen dat bekijken. Nou, ik heb hier een, 2 hyperlinks. Dus recente gegevens die suggereren dat je meer baankans hebt. Of meer kans om een baan te krijgen tijdens de sollicitatieprocedure. Wanneer je inderdaad die online certificaten toevoegt. Nou, waarom is dat belangrijk? Dat is belangrijk omdat het in ieder geval een signaal afgeeft aan de werkgevers. Of potentiële werkgevers, dat die persoon heeft zijn school wel afgerond. Maar ik zie ook dat die persoon bijvoorbeeld vorig jaar of dit jaar ook proactief bezig is geweest met eigen ontwikkeling. Want dat willen werkgevers vaak. Die kijken niet alleen maar van wat kun je nu, maar wat is het potentieel in jou? Dus wat zou je in de toekomst ook nog allemaal kunnen doen? Nou, dan staat er ook nog een ander linkje. Plus gratis cursussen. Dus inderdaad, dus, zodra je deze presentatie krijgt, dan kun je op deze hyperlink klikken. Volgens mij kun je hem ook wel zien, dat is opportunity.linkedin.com en dan /skills-for-in-demand-jobs. Nou ja, dat komt allemaal wel goed, dat sturen we wel op. Dus dan kun je ook zelf bepaalde cursussen volgen. En die cursussen die we hebben vrijgegeven zijn de cursussen waar het meest vraag naar is. Dus dat is nou een crisis om zo maar te zeggen, coronacrisis.
Er zijn heel wat mensen die zoeken naar een baan. En daarom proberen wij mensen te helpen om de vaardigheden op te doen naar de banen waar het meest vraag naar is. Dus het zijn bijvoorbeeld dingen als software developer, IT helpdesk, sales, grafisch ontwerp. Er staan nog wel wat meer andere functiebeschrijvingen bij, zeg maar, en gerelateerde cursussen om daar beter in te worden. Dus dat is iets wat we doen. Dan vraag ik me ook eigenlijk af of je ooit een online cursus hebt gevolgd. Ik zie tot nu toe heel wat antwoorden binnenkomen, dat is super. Kijk, want het mooie aan zo'n online cursus is dat je kunt het gewoon volgen in je eigen tijd, op je eigen gemak. Als de koffie gezet moet worden of iets dergelijks, of je wil een kopje thee hebben, dan kun je gewoon de video pauzeren of even stoppen. En dan voor de rest weer verder gaan. Dus dat is heel erg makkelijk om dat in je eigen tijd te doen. En het is toch iets wat je onderscheidt. Dus zo moeten kijken van, stel je zit in een sollicitatieprocedure, meerdere mensen solliciteren, iedereen heeft min of meer vergelijkbaar cv. Zo'n online cursus is een hele makkelijke manier om je dan te onderscheiden wat dat betreft. En nou ja, het zou nog veel mooier zijn als je er ook wat uit leert. En dat ook kunt toepassen bijvoorbeeld. Zowel in je werk als bijvoorbeeld in het sollicitatiegesprek om mensen te overtuigen. Maar ja, ik heb laatst deze cursus Strategic Thinking gevolgd op LinkedIn Learning. En nu heb ik een veel beter inzicht in hoe ik strategisch moet denken. Ook vanuit mijn nieuwe rol als manager of bedrijfsleider of weet ik veel wat. Of stel dat je zo'n rol ambieert, dan is het ook een mooi signaal dat je afgeeft aan de werkgever. Dat je in ieder geval ambieert om en ook stappen zet om in de toekomst zo'n leidinggevende positie te bekleden. Nou, laat ik ook even het leerplatform zelf zien. Dus zoals gezegd, ik zie dat 28% nog niet een online cursus heeft gevolgd. Nou ja, kijk gerust op LinkedIn Learning. Dus dat is linkedin.com/learning. Daar heb je ons hele leerplatform. En het mooie aan dat leerplatform is dat zodra je op het leerplatform komt met je LinkedIn profiel, dat het leerplatform alvast kijkt naar je profiel. Die haalt er een aantal steekwoorden uit, dus bijvoorbeeld sales of HR of software tester bijvoorbeeld. En op basis daarvan krijg je dan suggesties. Dus er zit een beetje een artificial intelligence achter, die kijkt naar je profiel. Die kijkt ook waar andere mensen met een vergelijkbaar profiel naar hebben gekeken. En op basis daarvan krijg je content gesuggereerd. Nou, en dan hoe meer content je bekijkt, hoe relevanter de suggesties ook worden. Dus wat dat betreft werkt het net zoals Netflix. Dus hoe meer je bekijkt, hoe beter de suggesties voor series of films worden. LinkedIn Learning werkt op precies diezelfde manier eigenlijk. Voor de rest, ik had al iets verteld over LinkedIn Learning eigenlijk. Van nou ja, je kunt dan met LinkedIn Learning die online certificaten behalen. Die kun je direct toevoegen op je LinkedIn profiel. En er zitten dan ook meer aspecten aan LinkedIn Learning waardoor je ook je netwerk kunt uitbreiden. Dus enerzijds ja, world class content. Nou, daar hebben we enerzijds al iets over verteld. Dus we hebben zelf alle content in onze eigen studio's opgenomen. Door vakexperts. Maar los daarvan hebben we ook engaging learner experience. Dus dat wil zeggen dat zodra je op het platform komt, dan kijk LinkedIn op je profiel. Die haalt er een aantal steekwoorden uit. Op basis daarvan worden suggesties gegeven van wat voor cursussen je allemaal kunt bekijken. Maar los daarvan zou je ook zelf vragen kunnen stellen aan een instructeur of instructrice. Je kunt ook onderdeel worden van bepaalde leergroepen. Dus stel ik wil mezelf verbeteren in de accountancy of een ander vakgebied. Word gewoon onderdeel van zo'n leergroep. En dan wissel dan ervaringen uit met andere lerenden. Dus dat is ook een heel goede mogelijkheid om te netwerken. En het mooie daaraan is dat zodra je een cursus hebt voltooid, dan kun je een certificaat behalen en dat ook op je LinkedIn profiel neerzetten, ook om je te onderscheiden. En je kunt die cursus ook delen met je netwerk en zeggen van, oh, ik heb deze cursus gevolgd, ik heb er dit en dit uitgeleerd, ik heb hem nou gedeeld met mijn netwerk, dus bekijk hem ook als je daar interesse in hebt. Dus zo kun je ook weer je netwerk wat dat betreft uitbreiden, in de zin dat mensen weten waar je mee bezig bent, je bent proactief bezig om jezelf te ontwikkelen in een bepaalde richting. En mensen waarderen dat en dan kunnen ze dat liken en delen en weet ik veel wat. En dan word je ook eerder gevonden door potentiële werkgevers. Nou, los daarvan hebben we ook nog strategische inzichten. Dus dat doen we ook met die link die we met jullie gaan delen met die gratis cursussen. Want we weten zelf vanuit LinkedIn op basis van al die data die we hebben,
waar de meeste vraag naar is. Dus we proberen vaak die discrepantie, dus het verschil tussen werklozen en waar vraag naar is, dus al die vacatures, te overbruggen met die cursussen. Dus we kijken zelf van, oké, we hebben zoveel vacatures uitstaan, heel veel mensen die vragen om mensen met een wat softwareachtergrond, of bijvoorbeeld met een achtergrond in sales of iets dergelijks. Nou, op basis daarvan gaan we dan die leerpaden vormgeven, zodat mensen toch die skills kunnen opdoen, die vaardigheden kunnen opdoen. Voor de rest heb ik nog een extra tip, en dat is dan ook om die vaardigheden op te doen, of om toe te voegen. Mooi hieraan is dat je vaardigheden kunt toevoegen die relevantie ook hebben met het vakgebied waar je naartoe wilt. Dus stel ik wil in de sales, dan kan ik bijvoorbeeld neerzetten sales of account planning of negotiations, bijvoorbeeld onderhandelingen. En dan kunnen mensen in mijn netwerk die skills endorsen. Dus die kunnen dan bijvoorbeeld zeggen van, Piet die skill heeft neergezet, die endorse ik wel voor die skill, dat steun ik wel. Die doet fantastisch werk daarin, dus zo kun je ook een stukje credibility geven, dus dat je betrouwbaar overkomt wat dat betreft. En het mooie daaraan is dat bij bepaalde hard skills, dus meer die technische vaardigheden, bijvoorbeeld Excel, je ook examens kunt doen. Dus stel, heel veel mensen weten dat niet, maar als je op je profiel neerzet Excel, dan kun je daar ook een examen in doen. Die is best wel pittig. Dus misschien goed om alvast van tevoren een bepaalde cursus te volgen van LinkedIn Learning of ergens anders, om die vaardigheden op te doen. Maar zodra je die cursus hebt gevolgd, of die dat examen hebt gevolgd, dan, en je rondt het succesvol af, dan staat er ook verified, zeg maar. Dus dan heb je ook een verified skill. Dus dat wil zeggen dat je echt wel goed bent in Excel. Dus iedereen kan in principe alles neerzetten wat hij wil. En er zijn twee mechanismen om te kijken of dat niet allemaal onzin is. Dus één is, je netwerk die kan daar een oordeel over vellen. En twee, je kunt ook bepaalde examens volgen daarin. Dat is ook iets om je profiel iets mooier te maken wat dat betreft. En voor de rest... Ja, voor de rest, nee, dat was het eigenlijk. Dus 21 minuten, mooi gedaan eigenlijk. Dus top. Als er nog bepaalde vragen zijn, laat het me gerust weten. En anders ook zeggen van, neem gerust een kopje thee of een kop koffie. Maak er een mooie dag van. Er zijn nog meer verschillende webinars die eraan komen met de andere sprekers. Dus zou ik zeggen van, graag gedaan en heel veel succes eraan. Ik hoop dat jullie er veel aan hebben gehad. En mocht u nu nog bepaalde vragen hebben, ook na deze webinar, laat me gerust weten. Stuur me gerust een connectieverzoek op LinkedIn Learning. En dan houden we gewoon een connectie met elkaar. Fijne dag.